Willen we actie? Er zijn drie punten die ontsteken. Wij zeggen dus eigenlijk te weinig geld en te weinig tijd en ruimte voor mensen, middelen, innovatie en ontwikkeling. We hebben veel te veel last van administratie. Mensen zitten soms 70% van hun tijd achter de computer. En we hebben ontzettend last van aanbestedingswaanzin, waarin de manier van werk en geld verdelen zorgt dat een prijs vecht over de rug van kinderen. Er is veel te veel kantoorwerk. De verantwoordingsdruk naar gemeenten en rondom de klachtenafhandeling is enorm toegenomen. Volgens de vakbond FNV is er minstens 750 miljoen euro nodig om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. Een groot deel van dat geld moeten eerdere bezuinigingen sinds de invoering van de jeugdwet in 2015 terugdraaien. Ik werk al 20 jaar in de jeugdzorg en ik zie dat wij steeds minder kwaliteit kunnen leveren. Alles moet tot in de puntjes moet je inderdaad aangeven waar je tijd aan hebt besteed. En dat geldt voor mij, dat kost zoveel tijd alleen al. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld een voorbeeld dat ik denk van we hebben echt wel wat beters te doen. Nu hebben jullie met de minister gesproken, want ja, er moet extra geld komen wat jullie betreft. Gaat dat er komen? Nee, dat gaat er niet komen. We zijn enorm teleurgesteld gesprek uitgekomen. En eigenlijk nog bozer dan dat we erin zijn gegaan. De minister heeft ons uitgenodigd en had vervolgens niets te bieden. De FNV geeft de minister tot Prinsjesdag de tijd om nog te reageren. Mocht dat niet gebeuren, dan gaat de vakbond de acties uitbreiden.